Na het verslaan van Mutated Odor is de tijd gekomen om naar de volgende locatie te gaan. De Royal Garden. Wat gaan we vinden in de Royal Garden? We gaan het meemaken. Ik weet het niet. The Center of the Kingdom. Rare plants. Nou, een beacon aan het begin, altijd handig. Daar loopt al een mannetje. Die is dood. Op zoek naar informatie. Op zoek naar vijanden. Daar loopt er een met rode kristal in zijn lichaam. Daar ben ik misschien wel een beetje bang voor. Als in, je weet niet wat ze willen. Het is een archer. Hij is ook dood. Allemaal enge rode mannetjes. Note on Hermit Life. Informatie over de garden. Ik heb niet de tijd genomen om te lezen eigenlijk. Sorry. Skill shard voor een bow. Ja, ik vind die knife vind ik wel aardig. Parry game, die is steeds beter. Er ligt iemand. Die is gesneuveld. Hier kan ik niet op, ik moet door de tunnel. Daar loopt weer een man met een schild en een zwaard. Het gaat allemaal wel vloeiend. Ik kan naar beneden. Ik kan hier naar links door een smalle doorgang. Dat vind ik wel intrigerend. Slap mannetje met een zij. Gaat allemaal wel lekker. Kan hij weer omhoog en omlaag. En er zijn hier allemaal weer doorgang. Zie je? Maar heel veel klappen deze man. Geef hem ook heel veel klappen. Hier. Flash. Alchemy enhancer. Die krijgen we altijd als we een grote vijand of een nieuwe enemy voor het eerst verslaan. Royal Garden, a large number of gardeners. The plants are no merely for viewing. Ja. Dus de planten in deze tuinen worden gebruikt om mee te craften. Alchemy. Dat werd er verteld. Lui met die zeisen, dat zijn dan de gardeners, denk ik. Die komen nu met z'n drieën bij aanvallen. Dat
word ik niet per se heel gelukkig van. Oké, dit... Als jullie bezig poppen, dat komt allemaal goed. Cannot open from this side. Oké. Dan lopen we door. Ja, deze grote man. Shield skill shards. Dit lijkt weer een normaal mannetje. Ja, met een zeis. Diary of an unknown soldier. The Sea of Fools. After having injected pure blood, I can no longer fear the plague. Dat is een interessante gedachte. Want we hadden net Odur's pure blood gevonden. Had ik kunnen blokken, maar ik druk weer eens op de verkeerde knop, of zo ben ik. Dit gaat ook goed. Alchemy Enhancer. Dus hij telde ook weer als een grote enemy. En zo zie je maar weer. Ik vind al best wel... Oost. Een archer erboven. Ik vind al best wel wat spullen. Maar ik moet dus een save point vinden. Om dit even... Oh, wacht. Ik ben rondgelopen. Ik moet een save point vinden om hier dit allemaal op te slaan. Man met zeis. Het gaat goed. Het gaat goed. Hier is een grotje. Daar kan ik niet in. Man met zwaard en schild. Wacht, 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 wacht. Ja, dan ben ik dood. Ineens word ik in mijn rug geschoten met een pijl en boog. Dit is lekker. Dit is lekker. Moet ik dus opnieuw beginnen. Maar goed, ik weet dus, opletten. Opletten naar de looproutes. Kijk, hier ook weer. Zie je dat? Drie mannetjes rennen er in één keer naar mij toe. Zie je dat? Zonder aanleiding, die man met die pijl en boog schiet op mij. Dus die mannen met die pijl en boog, daar moet ik voor uitkijken. Hier. Laat items meenemen. Niet gek doen. Ik moet mijn verloren XP gaan ophalen. Ik ben al een potion kwijt. Onnodig. XP pakken en terugrennen. Dat is mijn plan nu. Verloren XP pakken.
terugrennen. Eerst die archer aanpakken daarboven. Kan dat hier vandaan? Ik denk het wel. Kan ik hem lokken? Ja, lekker. Eerst die archer aanpakken dan. Hoe doen we dat? Moet ik daar opkomen? Kan het hier vandaan? Dat is de start van de missie. Daar is een trap waar ik niks mee kan. Nee, ik kan hier vandaan niet daar naartoe. Ik moet een looproute vinden. Die tactisch is. Wat is de tactische looproute? Okay, die archer die ziet mij. Daar, die archer, deze klootzak. Die archer, die pakte mij net aan toen ik hier beneden op zoek was naar spullen. Dacht ik. Wat ik toch weer ga doen. Ik ga toch weer hier op zoek naar spullen. Ik lok ze even één voor één. Naar die archer die mij net opzocht. Hier is een man met een zwaard en een schild. Probeer het stoer te doen. Oh, die is dood. Hier ligt heel veel bloed. Er ligt ook een item. Collection of memories. En wat ik nog mis is een save point, een altaar. Nu loop ik hier, maar ik kon ook nog die andere kant op. Ik wil niet het idee hebben dat ik iets gemist heb. Ik geef ze even terug. Waar ik die archer gekild had. Is daar nog meer? Dat is de vraag. Is er nog meer waar ik net die archer gekild heb? Hier zo. Nee, niet hier zo. Hier kom ik vandaan. Hier kom ik vandaan. Hier zo, deze brug op. Is daar nog meer? Dat is de vraag die mij nu bezighoudt. Heb ik hier nog iets gemist? Dit hek kan open vanaf deze kant. Daar staat een evil gardener. Met zijs. Hij is wel dood. Hij is ook dood. Zijn moestuintje. Ik heb de skill Zeiss gevonden. Hier heb ik die archer gekild. Ja, kijk, hier is de start weer. Hier is de start. Ik heb de shortcut geopend. Ik heb de shortcut geopend. Dan kunnen we nu verder naar waar we al waren. Op zoek naar een save point. Ik heb nu de shortcut geopend. Onderlangs. Hier hebben we iedereen gekild. Kunnen we door.
vreemde rode kristallen in de bosjes. Hier was ik gebleven. Is hier een save point in de buurt? Daar binnen is een save point. Lek. Lok de mannetjes naar mij toe. Eén voor één. Ik hoor daar alweer enge geluiden, namelijk aan de rechterkant. Kijk, er vliegt iets met een cape. Het ziet er eng uit. Het ziet er gevaarlijk uit ook. Wat is dit voor beest? Hij gooit met bommen. Had ik misschien kunnen blokken. Hij heeft een broek vast. Hij is ook dood. Een alchemy enhancer. Het was dan toch weer een special unit. Bloodblade. En die heeft hier ook een boekje liggen. Collaborating with Emerald. Emerald hadden we gezien in de secret room. Maar daar konden we niks mee. Emerald was die character in de secret room in de eerste wereld. Waar we niks mee konden. Emerald verbergt blijkbaar dingen voor ons. Maar als Emerald dingen voor ons verbergt, wat dan? En waar? Wat verbergt Emerald en waar en waarom? Daar ligt nog een memory core. Die wil ik nog wel. Hier loopt nog een grote man. Met een zwaard en een schild. Die slaat mij dood. Oh, die slaat mij dood. Dan moet ik weer helemaal terug. Ik doe te onvoorzichtig. Ik ben te onvoorzichtig. Nu moet ik helemaal terug. Maar ik had die shortcut geopend. Dat scheelt. Shortcut geopend. Daarmee kunnen we dan in elk geval sneller komen waar we heen moeten. Maar dit is wel kut. Ik heb mezelf hier een beetje verkeken. Goed. Oh, dan leest die Archer daarboven natuurlijk ook weer. Maar ik heb een shortcut nu geopend. Oh, ik zag de mannetje niet aankomen.
dan weet ik niet meer waar die shortcut is. Waar is die shortcut nou ook alweer? Hier was ik al geweest. Hier is de shortcut van het begin. Ah. Dat is niet de shortcut die ik bedoelde. Maar het is goed dat ik daar ook een shortcut gevonden heb. Oh, lekker. 3 keer vergeten op de goede knop te drukken. Deze is het. Dit hek is de shortcut die ik bedoelde. Val ik zelf naar beneden. En hij ook. Maar dat is wel de route die ik bedoelde. Daar ga ik even terug naar mijn verloren XP. Dat is het in deze game. Als je doodgaat, drop je XP. En als ik dan daar weer terugkom bij mijn verloren XP, dan kan ik het weer oprapen. En dan is het dus niet compleet verloren. Daar is dat moestuintje, die hadden we al. Dan moet ik de weg even zoeken. Ik moet wel zien dat ik veilig bij mijn verloren XP kom. Dat moestuintje hoef ik dus niet mee. Nee. Over die brug. Dit hek had ik geopend. Als shortcut zijnde. Hier moet ik heen. Ja. Vergeet te dodgen. Ook altijd een lekkere tactiek. Gewoon niet dodgen. Onderlangs moet ik. Ik moet onderlangs. Kom. Oh, dan kun je die blok weer missen. Blok weer missen, dat is echt dom. En dan weer 2 potions kwijt, hè? Onnodig. Omdat ik vergeet te blokken. Dit is goed. So far so good. Je loopt weer een mannetje. Een normaal mannetje. Een zwaard en een schild. Geen hoge level. Aanpakken. Hier zit er ook eentje te huilen. Gaat allemaal goed. Waar is mijn verloren XP? Oh, zou dat spook ook weer leven hier? Met dat boek. De gekke tovenaar. Nee, inderdaad, special units. Respawnen niet. Special units respawnen niet. Daar ben ik wel blij om. Special units die niet respawnen, alleen de grote units respawnen. Daar ligt mijn verloren XP, daar verderop. Man met zeis valt mij aan. Probeert stoer te doen. Hmm.
dood. Nog een man met zijn. Nee, ik probeer niet stoer te doen. Die laat zichzelf gewoon slachten door mij. Hier is mijn verloren XP. Daar loopt ook de man die mij net gekild had. Als ik nou niet stom doe. Hier. Niet stom doen. Aanpakken. Klets. Hier zijn weer van die werknemers in de tuin. Die zijn allemaal niet zo gevaarlijk, die gewone werknemers. Maar wat ik nog mis is inderdaad een save point. Ik ben al best wel een eindje gelopen, maar ik heb dus nog geen save point gevonden. Zal toch wel een keer... Oh, daar is er een. Ik wou zeggen, het zal toch een keer moeten komen. Hier is hij, de stoel. Light up the beacon. Beacon found. Level up, lekker. Kijk, 11.000, dan kan ik zeggen 10-10. Dan kan ik hierna dus, heb ik dit op 10-10. Dan kan ik nu op vitality gaan sparen. Ik vind 10 vind ik een mooi getal. Unlock talents. Wat kunnen we nog doen wat we gebruiken? In air attack gebruiken we niet. Restore energy. Leuk. Energy, energy. Defense mode. Nee, dodge. Second dodge. Altijd leuk. Dodge to ward the enemy before a critical attack. Ja, dat vergeten we. Dat vergeten we. Iets voor de klauw. When in the air. Ja, nee. Iets voor de veren. Instead of throwing feathers, Corvus uses his wing. Feather dart to leave more wounds. Oh, dat is handig. Dat is handig. Meer feathers is ook handig. Snellere feather regeneration is ook handig. Strategies, wat is dit? Plague weapons. When taking damage. Ah. Dat is handig, dan kun je niet dood. Als mijn health full is, krijg ik offensive buff. Dit is wel handig. Zie je dat? Als je wordt doodgeslagen, dan gebruik je automatisch een potion. Dan word je dus niet doodgeslagen, als je een potion hebt. Reduce damage is ook handig. Ja, dat ga ik wel doen. Plague weapon. Ik heb heel veel unlocked. Shield. Bow. Scythe. Great sword. Hier. Ja, alles wat ik unlocked heb, gaan we upgraden. Maar nogmaals, die knife is gewoon... Hey. Ja, die doet claw damage ook. Dat is handig, hè? Die claw damage. Charge up the knife and perform a deadly attack. Deal a lot of claw damage. Die is nog niet eens gemaxed, want dan doet hij nog meer claw damage. Dubbel claw damage, als 20 hebben. Oh, oh. De meeste doe ik toch gewoon met mijn normale attacks. Ik ga mijn potion upgraden. 3 van de 3. Meer potions, meer recovery, meer ingredients.
Volgens mij kun je speciale combinaties maken met die ingredients als je bepaalde combinaties maakt. Je kunt combinaties maken als je combinaties maakt, heel goed. Kun je bepaalde upgrades krijgen als je bepaalde combinaties maakt? Dat wou ik zeggen. Maar eerst een extra potion. Dat lijkt me wel een goede deal. Ja. En dan hebben we daarmee deze checkpoint gepakt. En daar gaan we een checkpoint van maken ook. In het volgende deel gaan we dan verder hier in de Royal Gardens. Ik hoop dat weer met jullie samen te doen. Zie ik jullie graag de volgende keer.